Dag iedereen, hopelijk gaat alles goed. Vandaag gaan we een van de basisprincipes van JamSchool aanpakken. De basis van het hele platform. Zonder dit weten we niet hoe we content, applicaties of configuraties op onze iPads kunnen implementeren. Het gaat allemaal over apparaatgroepen. Inderdaad, alle scopes zijn gebaseerd op apparaatgroepen. Het is onmogelijk om een app of een configuratieprofiel op een afzonderlijk toestel te installeren. Je gaat steeds pushen naar een apparaatgroep. Je zal zien dat er verschillende soorten groepen zijn en verschillende manieren om deze apparaatgroepen te maken. Laten we beginnen. In JamSchool ga je in de linkerkolom naar het menu Apparaten en vervolgens naar Apparaatgroepen. Als u al apparaatgroepen hebt, verschijnt er een lijst, maar daar komen we later op terug. We gaan eerst een groep aanmaken door op de grote blauwe knop een groep toevoegen te klikken. We hebben een wizard tot onze beschikking waarmee we onze groep kunnen samenstellen. Deel 1 betreft de basiselementen. Het naamveld laat ons toe onze groep een naam te geven. Deze naam is enkel om ons te helpen onze weg te vinden wanneer we een groot aantal groepen in JamSchool hebben. Vooral voor het uitrollen van de inhoud naar specifieke toestellen. U kunt als naam kiezen wat u wilt. Het heeft geen technische gevolgen voor de werking ervan. We kunnen hier iPad-leerkrachten of iPad-studenten gebruiken. Maar het kan ook iets totaal anders zijn, zoals spaghetti. In dit geval noem ik het groep 1. In de beschrijving kunt u extra informatie over de groep toevoegen en u kunt zelfs een aangepast pictogram toevoegen. Maar het belangrijkste deel zijn de twee blauwe knoppen. Hier beslist u of u een statische groep of een slimme groep aanmaakt. Wat is het verschil tussen deze twee soorten groepen, vraagt u zich misschien af. Dit is van belang bij het beheren van uw vloot van apparaten. U moet ook weten dat u het type groep dat u op dat moment kiest niet zult kunnen wijzigen. De eenvoudigste om te begrijpen is de statische groep. Hierbij dienen we handmatig te kiezen welke apparaten in deze groep worden opgenomen. De inhoud zal niet veranderen tot we handmatig en vrijwillig de apparaten in de groep veranderen. Laten we deze optie kiezen. Het optiescherm biedt aan om deze groepen weer te geven in Jamf-toepassingen op iOS. Voorlopig gebruiken we deze functie niet. Dus we klikken op Niet weergeven en dan op Volgende. De drie schermen die we nu gaan krijgen, namelijk profielen, apps en documenten, stellen ons in staat om, als we dat willen, inhoud toe te wijzen aan de apparaten die we in deze groep gaan opnemen, zodra we die aanmaken. Er is geen verplichting en we kunnen deze inhoud later altijd aan de groep toewijzen. Dus laten we meteen naar het punt van de leden gaan. We kunnen gewoon de lijst van alle iPads zien die momenteel actief zijn in JamSchool. En om een apparaat aan de groep toe te voegen, klikken we op Toevoegen naast het gekozen apparaat. Voeg alle gewenste apparaten toe en klik op Voltooien als alles goed is. Er verschijnt dan een overzicht van de groep waarin u op elk moment de leden van de groep kunt bekijken, evenals de profielen, apps en documenten die aan de groep zijn toegevoegd. Laten we teruggaan naar onze lijst van bestaande groepen om deze keer een slimme groep te maken. Maar wat is een slimme groep? Uiteindelijk gaat het om een eenvoudig en logisch principe dat voor de hand ligt zodra we het begrijpen. Hier kiezen we niet de apparaten die in deze groep verschijnen, maar we stellen één of meerdere voorwaarden die maken dat de apparaten die aan deze voorwaarden voldoen, in de groep zullen verschijnen. We doen twee voorbeelden samen, zodat je het begrijpt. We noemen onze eerste slimme groep groep A en kiezen dan de slimme groep knop. De rest is hetzelfde als bij de statische groep tot de optie leden. Dit is waar we onze voorwaarden gaan toevoegen. Een gigantische groep die ik systematisch aanmaak is een groep die automatisch alle iPads weergeeft die in mijn JamSchool aanwezig zijn. Of het nu huidige iPads zijn of zelfs toekomstige iPads die in mijn omgeving zullen aankomen. Om voorwaarden toe te voegen, klikken we op de groene Filter toevoegen knop. Dan kunnen we via het drop-down menu de regels selecteren die we willen. Blader gerust even door deze lijst. Je zal zien dat er een heleboel mogelijkheden zijn. Om er zeker van te zijn dat al onze iPads automatisch geselecteerd worden, ga ik de Is Supervised optie Is gelijk op Yes zetten. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat alle apparaten die in mijn Apple School Manager staan en aan mijn JamSchool zijn toegewezen, in deze groep zullen verschijnen zodra ze zijn gestart en dus zijn ingeschreven. Dit geldt voor de huidige toestellen, maar ook voor alle toekomstige toestellen, zelfs als deze pas over 1 of 2 jaar worden aangeschaft. Klik op de knop Voltooien en vervolgens op Leden. Al mijn toestellen worden automatisch in de groep opgenomen. Ik kan nu inhoud, profielen, apps en documenten aan deze groep toewijzen. Dit betekent ook dat elk nieuw apparaat dat onder toezicht in JamSchool binnenkomt, automatisch in deze groep terechtkomt en dus automatisch al deze inhoud ophaalt. Kortom,
Het enige wat u hoeft te doen is uw nieuwe iPads opstarten, verbinden met wifi en alle configuraties komen vanzelf. Fantastisch! Een ander voorbeeld om uw dynamische kant van Smart Groups te laten zien, is het monitoren van uw iPads. We zullen een groep B maken en als voorwaarde kiezen we beschikbare opslagruimte. Dan, minder dan, en we schrijven in het tekstveld 20. Dit betekent dat alle iPads met minder dan 20% beschikbare interne opslagruimte in deze groep zullen verschijnen. In principe degenen wiens geheugen vol begint te geraken. Telkens als je naar de leden van deze groep kijkt, zie je degenen die verzadigd zijn. Als een iPad bijvoorbeeld 15% beschikbare opslagruimte heeft, zal hij in de groep verschijnen. Maak ruimte door items te verwijderen. Als de opslagruimte meer dan 20% wordt, zal de desbetreffende iPad uit de groep verdwijnen. En ga zo maar door. In dit geval zullen we dit soort groepen niet noodzakelijk gebruiken om inhoud uit te rollen, maar eerder om de goede werking van de iPads te controleren. Nog twee dingen om je over groepen te vertellen. Ten eerste kan elke slimme groep worden gemigreerd naar een statische groep via de blauwe knop op de pagina met groependetails. Deze knop betekent dat Jamschool een statische groep zal aanmaken op basis van de inhoud van de Smart Group op het moment dat u dit doet. Wanneer deze slimme groep wordt omgezet in een statische groep, zal het slimme aspect van de groep worden vervangen door de statische vermelding. Als u deze slimme groep ooit weer nodig hebt, zult u hem opnieuw moeten maken om hem opnieuw te laten kijken naar bepaalde eigenschappen. Een laatste voor de hand liggend iets, maar het is altijd goed om het duidelijk te zeggen. Een iPad kan in zoveel groepen voorkomen als u wilt. Een groep is eenvoudigweg een weergave van een toestel in een set op basis van verschillende criteria. Het apparaat wordt niet naar die groep verplaatst zoals een bestand naar een map op een computer wordt verplaatst. Het is duidelijk dat als één van uw apparaten in meerdere groepen zit, u goed moet nadenken over de configuraties die u op deze groepen toepast. Maar dat is een ander verhaal. Kortom, apparaatgroepen zijn precies hetzelfde principe als wiskundige verzamelingen. Een element kan in verschillende sets voorkomen zonder dubbel te zijn. Volg je me? Daarna is het aan u om de verschillende groepen aan te maken die u nodig heeft om uw apparaten te configureren. Sommigen zullen slechts één groep nodig hebben, andere 2, 3 of 10 verschillende groepen. Elke omgeving is uniek. Een laatste stukje informatie. Ik beloof dat dat het laatste is. Als u een groep apparaten verwijdert, verwijdert u natuurlijk niet de apparaten die in die groep zitten. Het is alleen het scherm dat verdwijnt. Deze keer ben ik echt weg en laat ik jullie aan jullie groepen werken. Bye bye!